Meneer Smelt, wat is er gebeurd? Ja, we zijn rond 10:30 gealarmeerd voor een woningbrand hier aan de Kanaaldijk in Hellendoorn. En toen u aankwam, wat trof u aan? Ja, toen de eerste tankautospuit aankwam, was de brand al uitslaand. Is ook gelijk opgeschaald naar middelbrand. Dat betekent dat er een tweede blusvoertuig bij komt. En zoals u ook kunt zien, een hoogwerker en wat watervoorziening. Betroffen woning met een rietenkap, altijd lastig? Ja, rietenkappen zijn altijd lastig. Als ze één keer branden, dan is er ook bijna geen houden aan. En als ze nog niet branden, kappen zijn gemaakt om water af te voeren. Dus kom je heel slecht bij de brand. Een drama voor de bewoners. Zijn de mensen gewond geraakt bij de brand? Ja, het is zeker een drama voor de bewoners. Ze zijn gewoon hun hele bezit kwijt. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Zijn ook geen dieren of vee bij betrokken. Dus hoe erg het ook is, het is gelukkig alleen maar materieel. Zijn er mensen gewond geraakt bij de brand? Nee, bij de brand, bij de inzet en bij de bewoners zijn geen gewonden gevallen. Is er al enig idee hoe de brand heeft kunnen ontstaan? Op dit moment weten wij nog niet wat de oorzaak is van de brand. De boerderij mag als verloren beschouwd worden? Ja, zoals u kunt zien ligt de hele bovenverdieping is eigenlijk helemaal weggebrand. Dus beneden zal er wellicht nog wat heel zijn, maar ik denk dat die als verloren kan worden beschouwd.